Wat leuk dat je gekozen hebt voor deze podcast waar je zo meteen naar gaat luisteren, de boekenpraktijk. Want ik spreek daar weer met Egbert Edelbroek, auteur van het boek Lef kun je leren. Hij legt dus uit in het gesprek hoe je lef kunt leren. Wat is de belangrijkste tip? Zorg dat je je doelen opknipt in behapbare kleine stukjes die net buiten je comfortzone liggen. En bouw vanaf daar verder. Nou, en als je er veel meer over wilt weten en je wordt nog nieuwsgieriger, luister dan dus naar deze aflevering van de boekenpraktijk. Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Ik schrijf dit boek vanuit onze cultuur die overdreven is gericht op zekerheid. Met dit boek wil ik bijdragen aan een gezonde en groeiende tegenkracht waarin lef makkelijker tot bloei komt. Zo omschrijft auteur Egbert Edelbroek zijn motivatie voor het boek Lef kun je leren. Egbert is oprichter en eigenaar van trainings- en coachingsbureau Lef Academy. En in 2018 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar lefontwikkeling in organisaties. En hij is oprichter van een heus ruimtevaartbedrijf, Spaceborne United. En vandaag is Egbert dus mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Egbert. Dank je Willem, leuk om er te zijn. Ja, dat vroeg weinig lef toch om hier aan te schuiven? Ja, klopt. Wat is dat eigenlijk voor jou lef? Want je hebt verschillende typen lef toch? Zeker, zeker. Lef is risico's nemen. En er zijn natuurlijk allerlei soorten risico's. Ja. Je hebt sociaal risico. Hè. Mijn reputatie staat nu een beetje op het spel. Oh ja. Als de luisteraars het geen goed verhaal vinden. Dus ik neem daarin een zeker risico. Ja. Dus er is lef nodig om dat risico te aanvaarden. Het gaat altijd over hoe anderen naar je kijken, zeker, of niet? Nou ja, goed, dat stukje sociaal lef wel. Ja. Maar je hebt ook heel stil lef, wat anderen verder niet maken. Een beslissing nemen, een bepaalde auto kopen, of een huis, of een laptop, of wat dan ook. Ja. Dat zien anderen niet, maar er is toch lef voor nodig. Ja. Want er staat iets op het spel, hè, ja. Niet zakelijks of zo. Ja, ik vind het wel mooi om dat even een beetje beter te framen. Want bij lef denken we misschien nog steeds heel erg aan dat je gaat bungee jumpen, zeg maar. En dat je de hoogste berg durft te beklimmen. Maar daar hebben we het niet alleen maar over, toch? Daar hebben we het vooral niet. Dat vergt zeker ook lef. Hè, maar dan staan er alleen maar fysieke dingen op het spel. Hè. Je gezondheid, je lijf, je lijfsbehoud. Maar dat is maar een klein stukje. De meeste mensen vinden dat natuurlijk niet zo boeiend. Nee. Dus juist al die andere soorten lef, hè, zakelijk lef of sociaal lef met name. Daar gaat het mensen vooral om. Ja. En wat is jouw fascinatie met dat thema? Is het zo slecht gesteld met ons lef? Ik denk dat het heel goed is dat er mensen zijn die wat meer lef hebben. Maar dat het ook heel goed is dat er mensen zijn die juist wat voorzichtiger zijn. Ik denk dat die elkaar goed in balans houden. Ja. Maar over het algemeen, als je vraagt van goh, hoe is het met ons lef gesteld? Ja, ik denk zeker dat er bij de meeste mensen wel een tandje bij kan. Omdat we te veel angst hebben toch in ons hele systeem. Nou, als je kijkt naar de uitdagingen waar je op individueel niveau voor gesteld staat, of als organisatie, of als land, of als wereld, dan denk ik dat we heel veel kansen laten liggen die met wat extra lef veel beter zouden kunnen zoals veel beter wat, gepakt noem, kunnen noem worden. Noem eens wat dan? Van de echte grote thema's zoals klimaat, maar ook ongelijkheid of inclusie of eigenlijk alle grote uitdagingen. Ja, die vragen om accepteren van zekere risico's en van het inzetten van lef. Dat zit in eigenlijk in alle mensen. Ja. Maar niet iedereen haalt dat er evenveel uit. En jouw fascinatie met het thema lef? Want je bent zelfs met een ruimtevaartstation begonnen. Dus dat vraagt ook wel enigszins wat lef, lijkt mij. Ja, ik merkte dat ik een soort drang naar avontuur had. En ik ben die gaan zoeken. En ik dacht een tijdje van, goh, zit dat in de outdoorwereld? Ik heb een tijdje gedacht van, goh, ik ga met teams of management teams echt outdoor grenzen verkennen en verleggen. Yeah. Ik miste een stukje avontuur, ben dat gaan zoeken. En uiteindelijk merkte ik van, nou, dat zit hem niet in die outdoorwereld. De kern is eigenlijk grenzen verkennen en verleggen en dat gaat eigenlijk over lef. Yeah. En je kunt je kunt een mooier leven hebben, een leuker leven, met mooiere, spannendere doelen. Mm-hmm. En als je lef daarbij inzet en laat groeien, dan kun je daar veel mooier resultaten mee behalen. Ja, want hoe scoor jij jezelf, zeg maar op een schaal van 1 tot 10 als het gaat om lef? Ja, ik denk, ik durf inmiddels wel te zeggen dat het op een 8,5 zit. Oké, want? Waar het niet zo hoog scoorde, ik vind mijn sociale lef maar een beetje gemiddeld.
een 7 of zoiets. Mm-hmm. En mijn zakelijke lef bleef ook een beetje achter. Daar kreeg ik ook wel feedback op van, goh, Egbert, goed thema, lef. Practice what you preach. Goed dat je ook, practice what you preach, serieus neemt en dat je met Lef Academy bezig bent. Maar goed, je bent ondernemer en jouw zakelijke lef, Egbert, daar kan wel een tijdje bij en misschien wel 2. Ja. En dat vond ik ook, daar kon ik wel plaatsen. En daar was ik ook niet blij mee. Dus sindsdien ben ik ook wel gaan kijken naar kansen om aan mijn eigen zakelijke lef te werken. Ja. En dat was toen misschien een 6. En sinds ik dat ruimtevaartbedrijf begonnen ben en alle avonturen die ik daarbij mee mag maken en mocht maken. Nou, durf ik wel te zeggen dat dat al wel op een 7,5 of een 8 is. Ja, want even toch naar dat sociale lef is dat dan volgens mij, of psychologische lef. Dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met wat je nu zelf ook aangeeft. Die omgeving die steeds op jouw schouder zit te tikken van je zou eens iets meer dit of iets meer dat mogen. Maar ga je het dan niet doen omdat een ander vindt dat jij meer lef moet tonen? Ik bedoel, ja, waarom zou je moeten voldoen aan wat een ander van je wil? Nou, ik heb ambities, ik heb waarden, ik heb dromen. En om die te bereiken, ik ben ondernemer altijd geweest. Ja. Dus dat is wel de vorm waarin ik mijn dromen en mijn doelen najaag voor een groot deel. En ik realiseerde me toevallig doordat ik die feedback kreeg. Die feedback nam ik serieus. En daardoor realiseerde ik me, nou, ik kan mijn doelen en dromen op dat gebied beter waarmaken als ik daar mijn lef nog verder in ontwikkel. Ja, en als ik nou tegen jou zou zeggen, dat is een eigen keus. Als ik nou tegen jou zou zeggen van, goh, ruimtevaartbedrijf, Egbert, het mag wel ietsje minder met je lef. Zou je dat dan ook serieus nemen? Daar ben ik het van harte mee eens. Ik ben zo vaak en zo ver buiten mijn comfortzone geweest. Ja? Dat ik het gevoel had dat ik daar woonde. Ja. En dat ik toch wel af en toe heel erg terugverlangde naar die comfortzone. Dus vertel daar eens iets over natuurlijk. Hè? Want we hebben nou een aantal keer aangetipt. Ja. Spaceborne United heet het. Ja. Je bent een ruimtevaartbedrijf begonnen. Hoe zit dat precies? Ja, nou, de aanleiding had zeker wel iets te maken met mijn zoektocht naar, oké, hoe kan ik mijn zakelijke lef verder ontwikkelen? Ja. Dus ik was alert op kansen die op mijn pad kwamen. En nou ben ik donor bij een IVF-kliniek. Mm-hmm. Zaaddonor. Mm-hmm. En vanuit die rol leerde ik best wel wat over IVF-techniek. Ja. En mijn passie voor ruimtevaart. Daar is een combinatie ontstaan waarbij ik me af begon te vragen, zou die IVF-apparatuur ook in de ruimte kunnen werken? Ja, ja. Want als dat zo is, dan is dat voor de mensheid wel erg zinvol, omdat we uiteindelijk ook op Mars willen gaan wonen. Ja. En daar moeten we ons ook leren voorplanten. En dat wordt nog niet zo goed opgepakt door de grote agencies. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik daar eens induiken. En dat is, dat is nogal uit de hand gelopen, zeg maar. Ja, met als resultaat een ruimtevaartbedrijf. En je hebt ook het boek gelanceerd. Of ga je nog lanceren via dat bedrijf? Of? Ja, het boek gaat nog de ruimte in, dit jaar nog. Ja. De uitgeverij vroeg van, Egbert, wat ging jij ook alweer meehelpen aan de boeklancering? En toen dacht ik, nou, lancering, leuk ook. Misschien kan ik een letterlijke boeklancering regelen. Ja. En dat bleek te kunnen. Ja, ja. Laten we even naar het boek gaan, want je beschrijft een speciale methode om lef te ontwikkelen. Daar komen we uitgebreid, denk ik, nog over te spreken. Dat heet de Courage methode. Courage staat natuurlijk voor lef en moed. Overigens zit wel verschil tussen moed en lef, volgens mij. Hè? Zeker, zeker. Wat is het verschil? Want die woorden worden vaak door elkaar gebruikt. Ja, moed is eigenlijk een grotere verzameling van eigenschappen. En het heeft één extra voorwaarde als je het vergelijkt met lef. Bij moed is het doel wat je nastreeft een nobel doel. Dus daar help je anderen mee. Ja. En dat hoeft niet bij lef zo te zijn. Oh. Dus een bank overvallen kan lef zijn. Mm-hmm. Maar dat zal niet zo snel als moed gezien worden. Nee. Ja, terwijl als je de dochter van de buren uit een brandend huis gaat halen. Ja. Met gevaar voor eigen leven. Nou, dan zal iedereen dat ook zien als vet. Dat doe je niet voor jezelf. Ja. Ja, dat is veel meer moed. Ja, oké. Klinkt ook alsof lef wat egoïstischer is. Maar zo bedoel je het vast niet. Even naar die courage methode. Dat begint dus, dat heeft 7 stappen in zich. En het begint met een aansprekend doel. En volgens mij beschrijf je ook dat het daar vaak om misgaat. Dat we niet in staat zijn of onvoldoende in staat zijn. Om onszelf een aansprekend doel te formuleren. Klopt dat? Dat klopt. Hè? Hoe komt dat dan? Het begint bij de ambitie, bij het doel wat je stelt. En de meeste mensen hebben nog allerlei huiswerk op het vlak van belemmerende overtuigingen op allerlei vlakken en andere vormen van zelfbedrog. Dus die vertalen zich ook in de manier waarop ze hun doelen stellen. Hè? Die, ja. die zijn nog vaak best wel dicht bij de comfortzone. Mm-hmm. Of zelfs in de comfortzone. Ja. Oké, dus je noemt al een aantal dingen, zelfbedrog, belemmerende overtuigingen. Dus er zit heel veel in ons koppie, in ons brein. Je handelt het brein ook uitgebreid trouwens. Wat maakt dat we eigenlijk niet echt zo'n out-of-the-box doel kunnen formuleren? Is dat wat je zegt? Dat is een belangrijk deel wat ik zeg. We kennen een aantal belemmeringen, een aantal
ja, bias in ons brein. En vanuit de evolutie hebben we eigenlijk een oeroud... een oeroud lichaam wat maar heel echt beetje voor beetje mee evolueert. Ja. Dat heeft absoluut het tempo van de samenleving nooit kunnen bijhouden. Mm-hmm. Dat gat wordt alleen maar groter. Ja. Dus allerlei angsten die hebben nog hun oorsprong in de oertijd. En die zijn nauwelijks veranderd. Terwijl die angsten inmiddels niet meer reëel zijn en niet meer terecht zijn. Ja. En daardoor laten we ons tegenhouden. Oké, en ik kan me voorstellen, komen we zo nog wel even op hoor, dat zo'n breinmanager, dat is best wat lastiger, die overtuigingen veranderen. Ja. Dus laten we maar even beginnen dan met dat aansprekende doel. Wat kan ik dan toch doen om mezelf een aansprekend doel te geven? Wat is een tip daarin? Nou, een simpele tip, maar die ook vaak een effectieve tip, is dat je een doel kunt opknippen in tussendoelen. Ja. Het is te simpel voor woorden, maar het blijkt nogal effectief te zijn. Ja. In het verder weg, verder buiten je comfortzone, kiezen van je doel. Ja. Mensen denken al snel van, ja, maar dat is in een paniczone, dat is zo ver weg van mijn comfortzone. Heb je een voorbeeld? Stel ik... Vraag mij 10 jaar geleden van Egbert, zou je een ruimtevaartbedrijf gaan beginnen? Mm-hmm. Niet dat we daar de hele tijd over moeten hebben, maar als voorbeeld nog 1 keer... Mm-hmm. Dan denk ik van, nou ja, dat kan ik me niet eens voorstellen. Dat gaat hem niet worden, gaat niet doen, gaat over 10 jaar ook niet gebeuren, gaat nooit gebeuren. Ja. Terwijl als je dat doel wel uitprobeert als denkoefening en je gaat het opknippen in tussenstappen. Ja. Van nou, het eerste doel is, je gaat contact leggen met een ander ruimtevaartbedrijf en je gaat dus experts benaderen en eens in gesprek. Nou, dat kan al heel spannend zijn. Ja, en die wijzen gelijk op hun voorhoofd te zeggen, jij bent gek, toch? Niet. Sommigen wel. Ja. En dan, ik bedoel, wat maakt dan dat je naar zo'n tussendoel, daar word je ook weer in afgeremd, lijkt me zo. Daar kijk je ook weer vanuit die belemmerende overtuiging naar, toch? Als die omgeving niet gelijk meewerkt. Nou, wat je ook vaak ziet is dat mensen in jouw omgeving jou proberen aan te moedigen van, goh, dat doel is te dicht bij je comfortzone, dat mag wel wat spannender. Ja. Dus die zien dat al wel voor zich. Ah, dus je moet mensen om je heen verzamelen die je aanmoedigen, niet ontmoedigen. Is dat wat ja, je dan maak ik al... Eigenlijk al een bruggetje naar stap 2, ja. Maar daar komen we zo wel op. Mm-hmm. Maar dat zijn wel stappen die helpen. Ja, oké. Okay. Je had het al over de neurologie even, over het brein. Als je een groter doel stelt, dan dwing je je brein om andere denkroutes te nemen. Mm-hmm. Dat zijn ook inzichten die uit de innovatiehoek komen, die ook beproefd zijn. Dus dat helpt ook je brein om op een andere manier na te denken over hoe je dat doel misschien zou kunnen bereiken. Dat klinkt voor mij nog heel abstract. Kan je dat iets concreter maken? Ja, die techniek heet force to fit. Mm-hmm. Wat ook bekend is van als je in een crisis zit, als je weet als ik op dezelfde manier doorga, als ik op dezelfde manier keuzes maak en stappen bedenk, dan kom ik bij het einde uit. Hè? Dat is een crisis. Ja. En dat dwingt je om te innoveren, om innovatief te denken. Je gaat in ieder geval iets anders proberen, want dan heb je in ieder geval een kans dat je er wel uitkomt. Ja. En dat is ook hoe het in het brein werkt. Ja. Als jij jezelf dwingt om zo'n groot doel te stellen, wat je je normaal gesproken niet zou stellen, wat je je niet kan voorstellen, dan wordt je brein ook getriggerd en gedwongen om op andere manieren na te denken over hoe je dat doel zou kunnen bereiken. En door dat te doen, ervaren heel veel mensen van, wauw, ik zie ineens mogelijkheden die ik eerder niet zag. Puur omdat je zo'n heftig doel stelt. Zullen we even naar de stellingen gaan? Ja, hartstikke leuk. Het recept is bekend. Ik leg je 3 stellingen voor. De vraag is of je in eerste instantie al even met eens en oneens wil antwoorden. En daarna vragen we er even op door. En dan komt waarschijnlijk wel de nuance. Stelling 1. De meest fundamentele angst bij ons mensen is angst voor afwijzing. Die zit zo ingebakken in onze conditionering dat je deze onmogelijk kunt veranderen met een stappenplan of traininglef. Oneens. Dat verwacht ik al. Stap 2. Ook ons overlevingsmechanisme is zo gericht op het ontwijken van oncomfortabele en dus spannende situaties. Dat kun je niet veranderen bij mensen. Oneens. Kijk, hier zit toch de veranderaar in spe. En stelling 3. En dan verzorgt ons ego nog dagelijks zoveel stories in ons hoofd dat je als persoon echt super reflectief moet zijn om dit steeds weer effectief te kunnen managen in je hoofd naar meer lef. En dan moet ik nog kiezen ook. Dan maak ik er toch oneens van. Nou, vertel. Laten we even naar die eerste stelling gaan. Want de stelling beweert eigenlijk dat we zo bevreesd zijn voor die afwijzing. Dat zit zo in ons systeem. En daar worden we ook al mee opgevoed van jongs af aan. Hoe verander je die angst voor afwijzing eigenlijk?
En de angst voor afwijzing veranderen. Ik ben het helemaal met je eens dat dat een hele sterke, je zou kunnen zeggen een oerkracht is. Dat zit heel diep geworteld in ons. Mm-hmm. Maar je kunt die sociale krachtenvelden ook juist voor je laten werken. De angst voor afwijzing, die kun je juist voor je laten werken bij uitdagende doelen. Door met mensen om te gaan die wat verder zijn op het vlak van die uitdaging. Mm-hmm. Op het vlak van lef. Mm-hmm. En door een doel te stellen en dat ook met dat soort mensen te delen. Ja. Zodat je jezelf eigenlijk dwingt van, nou, als ik dit doel niet ga waarmaken, dan word ik afgewezen. Dus juist die kracht van afwijzing benutten om jouw doel dichterbij te brengen. Ik wil hem toch even naar de praktijk brengen. Ik werk veel ook in organisaties als organisatieadviseur. En het gaat vaak over dat we missen dat we elkaar aanspreken. Dus de feedbackcultuur is er niet, wordt er dan gezegd. Ja. Nou, en dan kom je op feedbacktrainingen. En dan kom je ook op de verdieping dat er vaak een stukje angst onder zit om elkaar aan te spreken. Want ik wil niet afgewezen, CQ aardig gevonden worden. Hoe verander je dat dan? Hoe zorg je dan het, het is net als met de angst voor presenteren. Ja. Je brein triggert allerlei emoties van dit is gevaarlijk. Ja. Maar alleen al het inzicht dat je weet, dit is geen rationele angst. Je lichaam vertelt jou, het is levensgevaarlijk als je hiermee doorgaat. En door in kleine stapjes te oefenen met toch tegenwicht geven. Aha. Toch kleine beetjes van die spannende feedback geven. Ja. Daardoor leer je je brein eigenlijk af. Hè? Dus je leert je brein eigenlijk dat niet waar is. Je leert dat die angst irrationeel is. En daardoor, dat heet extinctie, daardoor dooft dat stapje voor stapje uit. Ja. Nu zit ik hier vrij relaxed in een interview. Nou ja, 10 interviews geleden was dat niet zo. Dus dat dooft stapje voor stapje uit. Je moet je brein deconditioneren in feite. Dus je moet, en dat doe je dan door kleine stapjes te nemen. Niet gelijk voor een zaal met 1000 mensen gaan staan presenteren. En je doet het door vooral wel actie te ondernemen om je brein te laten inzien dat het allemaal niet zo erg is. Is dat wat je zegt? Je moet, angst is een slechte raadgever. Dat is een heel belangrijk inzicht wat je het liefst zo vaak mogelijk moet ervaren. En dan in kleine stapjes, dan is het behapbaar. Mm-hmm. Dat vooral. Ja, even nog naar die stelling 2. Daar was je het ook over oneens. Dat overlevingsmechanisme van ons zo sterk is op het ontwijken van spannende situaties. Dat je dat bijna niet kunt veranderen bij mensen. Mijn bewering is dat veel mensen wel kunnen, maar niet meer lef willen ontwikkelen. Dus de veranderbereidheid is zo klein bij mensen. Misschien ben ik wat zwartgallig. Hoe zie jij dat? Ik denk dat dat heel vaak waar is. En lef is de besluitvorming die daaraan vooraf gaat in je hoofd in feite. Die maakt in de kern een risk-reward afweging. Mm-hmm. Dus je schat het risico in. Ja. En je schat in van wat is de beloning en is dat dan de moeite waard? Is dat dan dat risico waard? Ja. En dat bepaalt of je het gaat doen of niet. Ja. En nou zijn mensen van nature niet zo goed in het inschatten van die risico's. Dat noemen ze risico-intelligentie. En gelukkig kun je die vergroten, waardoor je veel realistischer die risk-reward afweging kan maken. Waardoor je in de meeste gevallen juist vaker dat lef wel gaat tonen. Ja. Omdat je weet van nou, dat risico is eigenlijk kleiner dan ik in eerste instantie dacht. Ja, ja. Want we in ons brein schatten we de risico's te groot in. Ja, we overdrijven ze. Ja, dat is ook weer te verklaren vanuit de evolutie. Hè. Je kunt beter 9 van de 10 keer een tuinslang aanzien voor een echte slang. Ja. Eén keer een fout maken en je zou wel eens kunnen overlijden of zwaar gewond kunnen raken. Zitten er heel erg op dat overleven nog, hè, door dat reptiel. Ja, dat verklaart in ieder geval waar die neigingen vandaan komen. En die inzichten kunnen helpen om in ieder geval te beseffen van nou, mijn angsten die zijn, dat is een slechte raadgever, dat zijn vaak leugens. Ja. En dan nog even dat ego in die derde stelling. Hè? Die derde stelling die zegt, ons ego is nog zo aanwezig en verzorgt zoveel van die bla-bla stories in ons hoofd, dat we wel enorm reflectief moeten zijn om ons echt te kunnen ontwikkelen naar meer lef. In je boek schrijf je ook, vooral dat loslaten of negeren van je ego is voor veel mensen lastig. Nou, dat klopt dus. Ja, hoe laat ik mijn ego wat minder regeren? Nou zit ik even te twijfelen of ik iets exotisch ga vertellen. Maar graag. Goed, ik moet zelf, practice what you preach. Er zijn zelfs in de wereld van plantmedicijnen, en dan hebben we het over paddo's en truffels en ayahuasca ceremonies. Ja. En daar zijn ook sessies bij waarbij het centrale thema ego death inhoudt. Wat betekent dat? Dat je ego sterft. Oh. Dat je ego opgelost wordt en ophoudt. En nou ja, goed, ik ben een beetje van het avontuurlijke. Mm-hmm. Dus ik heb daar met veel beleid en veel begeleiding een aantal experimentjes in gedaan. Waarin ik dat ook zelf heb ervaren.
Egbert heeft paddo's geslikt. Precies. Ja. Dus nou weet ik niet of ik dat dan moet gaan aanraden, maar het is wel een voorbeeld van een exotische en heftige manier waarop je daarmee kan afrekenen. Maar ik denk dat er nog... Want waar leidde dat dan toe als je het relateert aan je ego? Je ego neemt natuurlijk... Kijk, maar als ik 30 bier gedronken heb, neemt mijn ego ook af volgens mij. En word ik ook heel erg lief of juist niet. Ja, dit toch? Is een wat duurzamere aanpak. En er zijn... Ik ben geen expert op het vlak van ego en hoe je dat afbouwt. Mm-hmm. Maar dit is toevallig een ervaring die ik heb opgedaan, die ik heel bijzonder vond. En waarin ik ook heel erg over een drempel ging, want ik vond het ontzettend spannend. Ja, ja, ja. Zullen we even naar die belemmerende gedachten gaan? Want je hebt ook een aanpak van 6 stappen. Die komt volgens mij uit de NLP. De 6-step reframing methode. Om die belemmerende gedachten ook echt te veranderen. Ja. Zal ik gewoon eens een belemmerende gedachte nemen? Ik moet aardig gevonden worden. Dat is denk ik wel de meest voorkomende. Absoluut. Nou, kun je dat toelichten hoe je dan met die methode dat verandert? Ja, in de kern gaat het erom dat je zelf bewijsmateriaal gaat zoeken van situaties waarin die gedachte niet waar is. Oh, ja. Hè, iedereen moet mij altijd aardig vinden. Hè? Dat is vaak een zo'n belemmerende gedachte. En die is ergens ontstaan. Waarin die gedachte logisch was. Ja. Maar er zijn zoveel andere situaties. Mm-hmm. En door mensen ook na te laten denken over... stel dat je dit blijft geloven. Hoe ziet jouw leven er dan uit in de toekomst? Ja. Welke impact heeft dat op allerlei keuzes en mogelijkheden? Mm-hmm. Dat geeft al dat mensen, dat noemen ze dan de future pace. Dat mensen gaan denken van, nou ja, dat vind ik geen aantrekkelijk scenario. Dat vind ik geen mooi perspectief. Mm-hmm. Dus dat maakt al dat je in ieder geval bereid bent jouw gedachten ter discussie te stellen. Ja. En de volgende stap is van oké, wat voor perspectief vind je wel aantrekkelijk? Ja. Stel dat je iets anders zou geloven. Mm-hmm. En dat is nu nog niet zo, maar stel dat je dadelijk zover bent. Ja. Nou, dat motiveert mensen van hey, dit is het leven of het scenario wat ik wel wil. Ja. Nou, dat zorgt ervoor dat je de energie hebt en de motivatie hebt. Ja. En vervolgens word je verleid, uitgenodigd om bewijsmateriaal, je eigen leven te gaan zoeken, mm-hmm. waarin dat helemaal niet waar is. Ja, ja. En dat brengt die belemmerende overtuiging al heel erg aan het wankelen. Ja. En vervolgens ben je eraan toe van oké, wat wil je wel geloven? Hè, wat vind je met de wijsheid van nu mm-hmm. ook realistisch? Ja. Vaak is een belemmerende overtuiging begonnen vroeg in je leven waarin je nog niet zoveel wijsheid had. Ja. Dus daar kun je nu met meer wijsheid naar kijken. Ja. En dat is een belangrijke stap om vervolgens in je leven vooral met die bril te gaan kijken. En daar bewijs voor te verzamelen. Want vanuit jullie LEF Academy denk ik ook dat jullie dit soort stappenmethodes gebruiken in trainingen. Klopt. Klopt. Ja. Zal ik hem eens even op mezelf plotten? Ik breng gewoon even een praktijksituatie in. Hè. Ik vind presenteren en interviewen niet spannend. Ik voel me nu ook enorm op mijn gemak. Misschien wel door jou, dankjewel. Maar zou dat ook heel graag op televisie op primetime willen doen en vind dat reuze spannend. Daar heb ik niet genoeg lef voor, Egbert. Help mij even, hoe ga ik dat lef nu ontwikkelen? Ja, de 7 stappen van de courage methode, je zou zeggen van nou, je moet al die stappen gaan doorlopen. Dat is niet zo. Er mm-hmm. zit een zekere volgorde in, maar die is niet dwingend. Je kunt zelfs puur focussen op alleen maar stap 7 of alleen maar stap 3. Ja. Dus je kunt die stappen eens gaan scannen van goh, welke passen bij mijn uitdaging. Maar het is natuurlijk stap 1 van waar zitten de obstakels? Ja, het belangrijkste obstakel. Welk risico? Wat is in jouw perceptie? Ja, het gaat ook niet om mij, maar om toch even je te helpen. Het belangrijkste obstakel is dat er bij de televisie allemaal grote meneren en mevrouwen zitten. En daar ben ik een beetje bang voor dat ze mij aanzien komen en zeggen wie bent u dat u denkt dit te kunnen doen? Ja, ik ben bang voor de mening van anderen, denk ik. Of zo. Ja, ja. Ik vind mezelf te onbelangrijk. Ja. Wat zit hem dan vooral toch in die belemmerende overtuigingen of niet? Dat kan bij jou het geval zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe realistisch is het dat zo is? Ja. Je kunt inderdaad tussenstapjes uitkiezen van nou, wat is een kleine light versie van deze uitdaging? Oh, ja. Ervaring opdoen, merken of jouw overtuiging eigenlijk vaak blijkt dat die niet klopt. Dat heel veel angst achteraf overdreven is. Ik denk dat ik hier wel iets mee kan. Ja, oké. Dus ik moet het eigenlijk op gaan bouwen, zeg je. Om te ervaren in die kleine tussenstapjes dat er niet zo heel veel boze meneer en mevrouw mij niet waardevol vinden. Het kan zijn dat er ook echt bepaalde vaardigheden zijn die je nog iets zou willen of moeten aanscherpen om... Ja.
daar een goed gevoel bij te krijgen en om beter beslagen ten ijs te komen. Ja, ja. En die kun je ook opdoen in die tussenstapjes, in de light versie. En nou, vervolgens heb je je zelfvertrouwen uitgebreid, je comfortzone is gegroeid naar een klein stapje dichterbij. En vervolgens zoek je dan weer net even een uitdaging net daar buiten je nieuwe comfortzone. En dan ga ik naar het volgende stapje en dan krijg ik toch te maken af en toe in die route met afwijzingen en tegenvallers. Want dat is de werkelijkheid, de grillige werkelijkheid. En daar, dat vraagt dus veerkracht, dat behandel je ook in je boek. Ja. En dan heb je het ook over copingstijl. Kun je dat uitleggen? Wat biedt mij dat? Ja, hè, mensen reageren op verschillende manieren op tegenslagen. En dat bepaalt hoeveel veerkracht je hebt. Dus als je een tegenvaller hebt, hoe snel krabbel je weer op en ben je weer toe aan weer doorgaan naar je doel. En niet al die stijlen. Hè. Er zijn 7 veel voorkomende copingstijlen. En de ene is een stuk effectiever dan de andere. Ja. Hè, er zijn mensen die in de ontkenning schieten. Of die focussen op bevestigen waarom het allemaal niet goed ging. En dat je die jouw zelfbeeld laag houden of omlaag helpen. Ja. En er zijn copingstijlen die veel meer constructief gericht zijn. Maar wat is dat eigenlijk, een copingstijl, voor de mensen die dat niet... Wat is dat precies? Ja, coping, hè, de manier waarop je omgaat met tegenvallers. Iets wat je geleerd hebt uit je verleden eigenlijk. Ja, vaak wat je onbewust geleerd hebt. Hè. Je kopieert ook gedrag van andere belangrijke mensen om je heen. Ja. Dus als die minder handige copingstijlen hebben, dan kun je die ook kopiëren. Ja, ja. Ja. En als ik een niet handige copingstijl heb, dus ik krijg een tegenvaller en ik denk, zie je wel, laat maar zitten. Nou ja, bijvoorbeeld, er zijn mensen die gaan paardrijden en die vallen van hun paard. Ja. Nou, er zijn mensen die zeggen van, nou, ik zorg dat ik zo snel mogelijk... toch weer wen aan het paard. Ja. Hè, en dat ik weer verder kan. En mensen die blijven erin hangen. Ja. En die verwerken het niet. En die gaan nooit meer op het paard zitten. Ja. Of mensen die zijn ontslagen. Ja, maar dat snap ik. Maar hoe pak je dat dan op? Dat mensen die nooit meer op dat paard gaan zitten. Daarvan wil je toch dat ze het lef ontwikkelen om wel weer op dat paard te gaan zitten, toch? Ja, het heel, heel belangrijk is die ervaring opdoen. Het grote voordeel is in dit verhaal. Mensen schatten van nature hun veerkracht fors lager in dan dat die in werkelijkheid is. Mm, ja. Dat maakt ook dat ze bescheidenere doelen kiezen. Want ze denken, ja, als ik dit doel kies, dat is zo uitdagend. Als dat misgaat, daar kom ik nooit meer overheen. Ja. Die aanname, die klopt heel vaak niet. Ik moet ook een beetje aan de coronapandemie terugdenken. Misschien mogen we dat nu niet meer gebruiken, die periode. Maar toch, daar heb ik ook nog heel één veel... keer dan. Daar heb ik ook heel veel mensen in mijn beleving gezien die... ontzettend veel angst hadden voor iets waarvan ik dacht, ja, hoe dichtbij is het nou eigenlijk en hoe erg is het nou eigenlijk? Die liepen of fietsten ook nog met allerlei mondkapjes op buiten. Ik denk, ja. Maar is dat dan zo'n copingstijl, zeg maar, dat je je veerkracht en je angst te groot, je veerkracht te laag en je angst te groot inschat? Ja, vind ik wel. Mm-hmm. Je veerkracht zal nooit groeien als je niet stapjes buiten je comfortzone opdoet en af en toe op je bek gaat. Ja. Maar dat is voor ons ook wel, hè, voor Life Academy, ontzettend lastig om, zijn we nog mee aan het stoeien van hoe zorgen we nou dat mensen op hun bek gaan? Ja. Hoe verleiden we ze daartoe? En dat is ingewikkeld. Maar het feit dat mensen hebben mensen tegenvallers en er groeit de veerkracht en ontdekken mensen dat ze veel veerkrachtiger zijn dan ze dachten. Ja. Maar ja, wij willen mensen die van nature juist weinig van die ervaringen opdoen, omdat ze een kleine comfortzone hebben, die willen wij natuurlijk verleiden om hun veerkracht te gaan ontdekken door ervaringen. Als mensen tips hebben, we horen ze graag. Ja, nou ja, ik heb met jouw collega, de heer Beumer, een aantal trainingen gedaan op het gebied van LEF. En wat hij wel eens deden was wat we dan noemden spanningsoefeningen. Dus dan daagden we mensen uit om juist gewoon toch iets te gaan doen en mee te gaan experimenteren. Wat ze heel spannend vonden. En dan te kijken hoe die spanningsboog ook toe en later afneemt. Hè? Want je kunt niet, dat is ook die extinctie, uitdoving. Ja, je kunt niet, als je bang bent voor spinnen, kun je niet in een kamer met 1000 spinnen een uur lang angstig blijven. Die angst neemt toch af. Klopt, maar dat is toch iets anders. Dat is ontzettend nuttig en dat passen wij ook regelmatig toe. Ja. Het is heel belangrijk om die angsten daardoor hanteerbaar te maken. Dus die angst is onnodig hoog en die ga je daardoor omlaag brengen.
Maar dan weet je nog steeds niet of je, hè, als je je doel behaalt, dan heb je nog steeds die tegenvaller niet. Nee. Want juist omdat mensen ook af en toe een tegenvaller hebben. Ja. En dat ja. je op je bek gaat, plat gezegd. En dan weer opstaan. En dat je merkt dat dat toch wel meevalt. Dat het niet zo erg is als je dacht. Tips voor veerkracht. Die kunnen naar de Lef Academy. Graag. Ja. Zullen we dat is eigenlijk al een brugje naar organisaties. We hebben het nu de hele tijd over individuen gehad. Maar veel organisaties vinden natuurlijk de ontwikkeling van Lef ook belangrijk. Organisaties moeten snel vernieuwen. Globalisering, digitalisering, dat zorgt ervoor dat producten qua levensduur afnemen. Dus dat vraagt wendbaarheid. Agile, wordt ook wel genoemd. Ja, hoe moeten die organisaties de ontwikkeling van Lef eigenlijk oppakken? Ja, het klopt helemaal. Ik had even de neiging om nog veel meer redenen voor organisaties op te noemen, maar dat gaan we niet doen. Het begint bij zorgen dat je medewerkers de gelegenheid geeft om aan hun werk, aan hun Lef te werken. Je kunt ook testen. Je kunt ook Lef-scans doen. Mm-hmm. Om achter te komen welke mensen, hoe het zit met hun Lef. Ja. En zoals bij ons werkt, als opdrachtgevers langskomen, die beginnen met een behoefte van, wij zien zowel als organisatie redenen voor meer Lef. Maar ook onze medewerkers, die voelen dat, die ervaren dat. Ja. Dus wij willen aan individuele lefontwikkeling werken. Ja. En vervolgens wil de organisatie ook dat lef kunnen benutten, kunnen borgen, mm-hmm. kunnen blijven stimuleren. Hoe borg je dat als je het mensen het geleerd hebt in trainingen? Hoe borg je dan dat lef ook zeg maar zijn plek in de praktijk krijgt? Ja, een stukje wil je het borgen in de cultuur. Dus je wil het ook zichtbaar maken. Je wil mm-hmm. het voorbeeldgedrag door de leiding. Je wil het ook belonen. De bekende HR-cycle. Mm-hmm. We willen het dus meetbaar maken en het ook bespreken. En bij functioneringsgesprekken en zelfs bij werving en selectie criteria formuleren. Ja. In al die systemen wil jij de factor lef gaan inbedden. Ja. Dus je wordt beloond voor als je meer lef toont. Is dat ja, absoluut. En okay. er zijn sectoren waar dat heel natuurlijk is. Hè. In termen van hoger salaris, of bedoel je dat dan? In termen van dat het geborgd is in de organisatie en zelfs in de functiebeschrijving. En dat helpt alleen al veel voor lef. Ja, ja. Bij defensie, militairen of politieagenten, daarvan wordt verwacht dat ze risico's aanvaarden. Dat ze risico's zien. Nee, dat snap ik. Maar bijvoorbeeld een ambtenarenorganisatie als een ministerie wordt ook geroepen van mensen moeten wendbaarder worden. En dan zijn die mensen getraind op wendbaarheid. En dan komen ze terug in een omgeving waarin ze vooral met allerlei regels en procedures te maken hebben. Vinkjes in plaats van vonkjes. Ja, hoe verander je dat dan? Nou ja, regels, dat gaat ook om de interpretatie. En die zijn enigszins rekbaar. En die rek opzoeken en die regels en die kaders juist ter discussie stellen. Ja. Dat kan in woorden en in daden, et cetera. Dus daar liggen belangrijke kansen om te innoveren. En dat vraagt innovatief lef, noemen wij dat dan. Mm-hmm. Heb je een voorbeeld van een organisatie waarin dat bijvoorbeeld goed gelukt is om meer lef te ontwikkelen en te borgen? Ik zou willen zeggen SpaceX van Elon Musk. Ja, dat is wel heel ver weg natuurlijk. Ja. Maar ook in Nederland? Een bedrijf in de sierteelt. Optifloor. Ja. En best practice. Daar hadden ze te maken met een enorme uitdaging. Mm-hmm. Een enorme uitval van de vraag van ruim 90%. Ja. Dus de forse vraaguitval, vooral door corona. En ze zagen als kans, als oplossing om niet meer de massaproductie te gaan aanbieden, maar maatwerk. En als je tienduizenden plantjes per week normaal produceert op een bepaalde manier. Nou, dat is een logistiek systeem wat je dan moet gaan omgooien. Dat is een enorme operatie. Ja. Dus hartstikke riskant. Je weet niet zeker of dat lukt. En even nu naar het lef, want dat vraagt ook een cultuuromslag volgens ja, mij. Wat hebben ze gedaan om mensen meer wendbaar te maken daarin? Er zijn innovatiegroepen ingesteld waarin nieuwe product-marktcombinaties werden uitgeprobeerd. Tot en met workshops waarin mensen zelf met de planten aan de gang konden. En daar sets en kits voor aan te bieden. Veel meer op maat. En er werden groepen met rondom die product-marktcombinaties gecreëerd. En wat heel belangrijk was dat de leiding ruimte voor fouten
bood. Okay. Dus, hè, en daar zelf ook het goede voorbeeld in gaf. Door, door serieuze risico's te nemen. En vooral ook eerlijk te laten zien als dat een keer fout gaat. En dat dat dus mag gebeuren. Hmm. Dat je daarmee wegkomt. Ja, hè, mooi. Dat je echt mag experimenteren met ander gedrag. En dat het niet gelijk goed hoeft te gaan. Ja. Ja, mooi, mooi. Tot slot, je persoonlijke missie is natuurlijk ook belangrijk om gemotiveerd te werken aan je lefontwikkeling. Hè? Je uitdagende doel moet je vooral koppelen aan je persoonlijke missie. Dat is een van de tips in het boek. Wat is jouw persoonlijke missie en wanneer is die nu geslaagd zodat je zelf definitief de ruimte in kan? Ja, ik kan er twee antwoorden op geven. Als het gaat om lef, dan is het mijn missie dat Nederland qua rapportcijfer lef met 1,5 punt gestegen is. Dus als Nederland gemiddeld op een 6 zit, dan moet dat naar een 7,5. Daarna gaan we natuurlijk de grens over. Waar denk je dat we nu op zitten? Ik denk dat we nu op een 6 zitten. Ja, oké. Okay. Dus we gaan naar een 7,5. En we gaan naar een 7,5 en dan vind ik dat ik op dat punt geslaagd ben. Ja. En als het gaat over de ruimtevaart, is als we het eerste kind geboren kunnen laten worden in de ruimte. Dat is ook de naam Spaceborn United. Dankjewel Egbert. En wat je hebt duidelijk gemaakt in dit gesprek en vooral natuurlijk met je boek, is dat lef te leren valt. Dus als er organisaties of mensen zijn die zeggen, nou, ik heb hier nou wel iets in te doen, dan raad ik je in ieder geval sowieso aan om het op het boek te lezen nadat je natuurlijk deze podcast hebt beluisterd. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering van de Boekenpraktijk. Over 2 weken staat hij weer op alle grote podcastkanalen. Ook daarin spreken we natuurlijk weer ik spreek dan weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En zal ik proberen de strekking van het boek te plotten op een actuele situatie uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het dan SVP naar info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en SoundCloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.